vanzelf vraagt u natuurlijk, hoe weet ik dat dan? Wat gebeurt er dan met mij? Want u begrijpt misschien wel, als u door de geest van God geleid wordt, dat alles gaat veranderen in uw leven. Echt alles. De geest laat niets hetzelfde. Hier is ontzettend veel van te zeggen. Daar zijn ook dikke boeken over geschreven. Dus ik wil proberen in kort samen te vatten de kern waar het om gaat. Gemeente, de Heilige Geest is God zelf. We hebben het beleden, die Heere is en levend maakt. Als u door de Geest van God geleid wordt, is er een ogenblik, kan ook al heel jong, kan zelfs als zuigeling, staan in de Bijbel voorbeelden van voor de geboorte. Johannes de Doper. Maar hoe dan ook, als je dat meemaakt op bewuste leeftijd, dan merk je in jezelf dat groot verschil. Dat kan niet anders. En als je dat van jongs af aan hebt ontvangen, dan ben je het verschil met al de anderen. Ik gebruik graag wel eens een voorbeeld. Een goede vriend van mij, zijn vader, reed met een grote truck achteruit. En hij zag het niet. Daar speelde een kind van 6 jaar. En hij reed het dood. Die man, hij kon er niks aan doen hoor. Maar had zo'n verdriet. Ouders deden nergens aan. Nu is het toch door middel van mij dat dat kind verloren is. Daar kwam hij mee bij God, met die nood. En toen liet de Heere hem iets zien, iets heel moois. De Heere liet hem zien, dat kind is niet verloren, maar dat is behouden. Dat is mijn kind. En toen ging hij naar de ouders om te condoleren en mee te leven. Die waren erg verdrietig. Maar een van de eerste dingen die ze zeiden, wij hadden zo'n vreemd kind. Wij hebben ons kind nooit begrepen. Het kon niet tegen kwaad. Het had overal last van. Wij hebben nooit zo'n vreemd kind in de familie gehad. Nee, het was een kind van God. Kan, hè, gemeente? Dat merk je ook aan de kinderen. Het eerste, gemeente, wat gebeurt als je door de geest van God geleid wordt? God zelf komt in je hart wonen.